Hallo allemaal, welkom terug bij Kimia. Ik ben Yvonne en het is vandaag weer een Gummiapan Tuesday. En ik had gisteren al aangekondigd met welke mal ik ging werken. Dat is de adventkalender stempel met de stans. Deze hoort daarbij. En dat is de D. Ja, de snoertje valt eraf. De D231068. Hij is een wat duurdere, maar hij is echt super leuk. En je krijgt natuurlijk een flinke stans erbij en een enorme stempel. En ik heb hem gekocht en ik wilde hem even aan jullie laten zien wat ik ermee gemaakt heb. Op de beurs in Den Bosch. Nee, even kijken, niet in Den Bosch. In Tilburg kreeg ik de vraag op de Paper Passion. Of dat je hier ook een soort baby cadeautje mee kon maken. Dus voor eventueel voor een kraamcadeautje of zo. En daar heb ik op ingespeeld en ik heb deze gemaakt. Dus ik heb hiervoor een gewone basiskaart van de 15x15 gebruikt. En ik heb de kleurtjes roze en blauw gebruikt. Doet zeer aan je ogen, sorry daarvoor. En als je dan het klepje open doet, zie je daar de nummertjes achter staan. En ik dacht, als je nou een kraampakketje hebt en je geeft dus al die cadeautjes, je 25 cadeautjes, en je geeft al die cadeautjes een nummer, mogen ze elke dag mogen ze een flapje openmaken en daar staat het nummertje in. Je kan het ook gewoon netjes stempelen of eventjes met cijferstandjes doen, maar ik heb het eventjes nu gewoon even met pen gedaan. En elke dag een cadeautje openmaken. En dan mogen ze een flapje openen. En aanleiding van het flapje mogen ze dus een cadeautje openmaken. En hetzelfde idee had ik dus eigenlijk ook voor de kerstadventkalender. Want je kan natuurlijk gewoon allemaal kleine cadeautjes. Het hoeven niet hele grote te zijn. In kleine zakjes of kleine doosjes. En dan geef je die ook een nummertje. En dan mogen ze gewoon lekker elke dag een klein cadeautje openmaken. En dan kan een zakje snoep in. Of er kan een klein speeltje in. Dus in ieder geval, dit is dus de babyversie. En ik ga jullie laten zien hoe ik deze in elkaar heb gezet. De volgende die ik ga maken, dat is dus een kerstadvent. Maar deze is dus de babyversie. En ik heb lekker voor blauw en lekker roze gekozen. Want je weet natuurlijk nooit precies wat het wordt. Tenzij het wordt verteld. En hierin kan je natuurlijk ook nog eventjes een lieve groet zetten. Of eventjes de instructies van hoe je het graag wil. Dus je geeft de mand met cadeautjes met de nummertjes erop. En elke dag een flapje openmaken. En dan schrijf je hem even aan de binnenkant. Dus dit is hem in de babyversie. En wat heb je nodig? Nou, je hebt natuurlijk je stempel en je stans nodig. Verder heb je nog een basiskaart nodig. Deze is 15x15. Ik leg deze even aan de kant. Dus 15x15. Ik ben wel erg aan het gooien. Ik heb een dubbele kaart gemaakt. Verder heb ik nog een extra ondergrondje. Die is 14,5x14,5. En je hebt natuurlijk je stempel nodig. En je stempel, ik heb deze al gestanst. Dat ga ik nog even laten zien, want ik had hem nog meer uitgestempeld. Die ga ik even laten zien hoe dat je die uitstanst. Even kijken hoor, maar deze heb je dus nodig. Dus je hebt de stempel met de stans nodig, de basiskaart en een gewone kaart. Verder heb je nog wat lijm nodig. En ik heb ook nog een glittermarker en daar ga ik straks het randje mee aanzetten. Dus ik ga deze even laten zien hoe dat je deze uitstanst. De inkleuren laat ik niet zien, want dan zijn jullie hem helemaal zat na 5 minuten. Je hebt een wat grotere stansmachine nodig. Ik heb mijn oeroude degelijke kettlebell nog. En wat je eigenlijk wil, je hebt hier zo de bovenkant. Dus die met die sterretjes is de bovenkant en deze met dat lintje, dat is de onderkant. Dan pak je 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 stansetje. En hier aan de linkerkant, daar zit een iets lager ribbeltje. En deze die snijdt. Dus dit is de linkerkant.
En dit is de rechterkant. Daar kan je eigenlijk herkennen hoe dat je hem neer moet leggen. Dus deze rand, die drukt eigenlijk erin, maar die snijdt hem niet helemaal. Dus deze rand is een klein beetje lager. Met die lagere kant leg je hem aan de linkerkant en dan centreer je hem een beetje. En hij gaat niet helemaal om de cadeautjes heen. Hij gaat er een beetje in. Dus de deurtjes zijn iets kleiner dan de cadeautjes zelf. Dan pak je een beetje tape. Met mijn tanden, als mijn baas dat maar niet ziet. Oké, je probeert hem een beetje te centreren. Even kijken. En zo ligt hij ongeveer goed. Dan zet je hem vast. Zo, even twee kanten. En bij de cookbook heb ik een snijmol. Moet ik even wat laten. Ik heb een A en B plaat, of A en C plaat. Dat is van de cookbook. En ik heb hem vastgeplakt. Dus ik leg hem ondersteboven erop. Dus dit is de bovenkant. Dus ik leg hem ondersteboven erop. Dan heb ik mijn hele oude snijplaat. En die gaat daar bovenop. En dan draai je hem door. En wat ik altijd fijn vind, is om even twee keer heen en weer te draaien. Maar in dit geval, deze gaat vrij goed. Niet helemaal. Ik heb het laatste stukje niet gepakt. Doe dat nog eventjes extra. Even terugdraaien. Dat is het voordeel als je hem vastplakt. Kijk. Hij lag niet helemaal lekker op, maar... Dan draai je hem nog even heen en weer. Zo. Dan deze aan de kant. En je kan hem zo uitdrukken. Kijk, en dan heeft hij... Kijk, deze met de sterretjes, dat was de bovenkant. En deze met die strik, dat was de onderkant. En die deurtjes die gaan open. Dus hij heeft hier een vouwtje. En dan kan je hem gewoon openvouwen. En al die deurtjes die gaan dus dezelfde manier open. Dus als je de stans gebruikt, let er dan op dat één randje is wat lager dan de andere. 3. En dat is dus de linkerkant. Nou, het is eigenlijk niet zo goed te zien, maar je ziet het wel als je hem hebt voor je. Deze rand is gewoon wat lager dan deze rand. Dus zo werkt hem al. Dus zo stans je hem uit. Als je dat hebt gedaan, je zorgt natuurlijk dat je hem eerst inkleurt en dan uitstanst. Want als je hem uitstanst en dan eerst en dan gaat kleuren, ja, dan zit je met al die gekke randjes. Dus je kleurt hem eerst in en dan... kijk, ik heb ook glittertjes gebruikt. Dus je kleurt hem eerst in en dan ga je de stans erop leggen en dan draai je hem uit. En ik vind het fijn om de deurtjes dicht te laten. Want als je hem open doet, ja, dan kan je al gelijk zien wat erachter zit natuurlijk. Dus ik ga niet alvast omvouwen wat ik heb gedaan. Ik heb het kaartje van 14,5 bij 14,5. En die leg ik, daar leg ik die stans op. Ja, dat correspondeert dus met deze cadeautjes. En ik heb dus gewoon in het Wildeweg 1 tot 25 in die vakjes gezet. Dus ik zet hier 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. En ik kijk echt niet waar ik ze zet. Ik zorg er gewoon voor dat al die vakjes gevuld worden. En nou ja, als je het stempelt of je hebt van die stansjes, die lettertjes of die cijfertjes, die kan je er natuurlijk veel mooier in zetten. Maar ik heb dat nu even niet. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Sorry, ik ben nog steeds verkouden. 21, 22, 23, 24 en 25. Dus het zijn 25 vakjes, dus 25 kleine cadeautjes, kleine envelopjes, kleine zakjes. En die kunnen ze dan uitkiezen. Je kan hiervoor kiezen om met lijm te doen of met dunne tape. Ik doe het nu even met de dunne tape. Ik had het met de andere met lijm gedaan. Maar met dunne tape kan het natuurlijk ook. En wat dan fijn is, is om goed langs de randjes eventjes een dun randje te doen. Zo. En tussen de deurtjes heb ik ook nog een randje gedaan. Nou, het is ook handig om echt 3 mm tape te gebruiken, want breder dan plak je echt alles vast. Dat zou jammer zijn natuurlijk. Gewoon een beetje her en der, dus dat hij echt ook tussen de deurtjes goed plakt. Zo. Nou, dat zou wel genoeg moeten zijn. Dan ga je kijken waar de zijkanten zijn. Dat zijn deze. Ja, dus dat zijn de deurtjes, die klepjes. En dan ga je hem er zo op plakken. Dus recht over die cijfertjes heen. Ik heb vanmorgen mijn nagels geknipt, dus ik moet eventjes een beetje pielen. Dan zullen we even het pincetje erbij pakken. Mijn oude vertrouwde epileer pincetje. Ik vind dat gewoon een heel fijn tipje. Er zijn natuurlijk verschillende pincetjes te verkrijgen, maar deze heb ik al jaren en daar ben ik heel erg aan gewend. Als ik hem kwijt ben, dan ben ik ook helemaal in paniek. Zo. En dit is gewoon de 3 mm tape van Kimia. Het voordeel hiervan is dus dat je geen statische velletjes hebt. En het plakt als een tierenlier, dus ik ben altijd heel blij mee. Maar zeker omdat het er ook in verschillende maten is natuurlijk. En dus dit kan je ook gewoon met lijm doen hoor, maar ik doe het nu even met dubbelzijdig tape. Anders heb ik gewoon met lijm gedaan, maar net zoveel werk. Al dat gepriegel tussen de deurtjes door. Zo. Nou, de opening van de deurtje zit aan de rechterkant, dus ik leg hem zo neer. En dan plak ik hem er overheen in het midden. Zo.
even een beetje rommel opruimen. Dan doe je gewoon dubbelzijdig tape aan de achterkant of een beetje lijm. En voordat ik hem vast ga plakken, ga ik er nog even een randje aan geven. Want ik heb natuurlijk wit papier gebruikt en ik heb wit op wit. Dus dat vind ik niet zo heel mooi. Dus dan ga ik nog even een klein randje aangeven. Dat is grappig, hè? Dat 3 mm tape, dat scheur ik eigenlijk altijd. Maar zodra het breder wordt, dan pak ik altijd mijn schaar erbij. En zo, een stukje nog in het midden. Dus kijk, ik heb hier dat wit op wit. Dus dat is natuurlijk een beetje saai. Dus ik pak nog even een stukje scrappapier. En ik heb hier een goudkleurige glitterpen van Nuvo. Even schudden. En daarmee ga ik dat randje hier aanzetten. Je kan natuurlijk kleurtje geven wat je zelf wil. Maar ik heb ook allemaal glitter in deze kleur gebruikt bij de cadeautjes. Dus dat vind ik wel leuk. Je kan natuurlijk ook rood doen of groen. Altijd leuk voor de kerst, maar ik heb toevallig goud gebruikt. Dan krijg ik een beetje een gezellig randje eromheen. En dan plak je hem vast op je basiskaart. En let dan ook weer goed op dat je hem recht plakt. Dat je even kijkt hoe de deurtjes lopen. Hier zijn de scharnierdeeltjes van de deurtjes. Dus dan plak ik hem aan de kant. Dan plak ik hem aan de deze manier op. En dan heb je weer een heel leuk kaartje. En als je de deurtjes open doet, staan daar de nummertjes. En omdat je dat stansje gebruikt om de positie te maken, weet je zeker dat je echt in het midden zit. Dus dit is de kerstversie. En de babyversie. En zo. Dus ik vond het wel leuk om ook eventjes in een andere setting te doen dan alleen maar advent voor de kerst. Dus dit is een soort kraammand idee. He, dus je doet je mand en je doet de kaart erbij. En elke dag mogen ze een cadeautje openen van de kaart. En naar aanleiding daarvan het genummerde cadeautje uit de mand. Dus dit is mijn uitwerking van de adventkalender. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik hoop hem natuurlijk ook een beetje voorbij te komen, zien komen op de groep. Want hij is echt super gaaf. Heel veel plezier in ieder geval ermee. En tot de volgende keer weer. Fijne dag verder.